Deze beschouwing, die heb ik al gehouden. Ik heb al vier beschouwingen gemaakt met als titel 'Kind' van een narcistische moeder. En ik heb ze alle vier teruggeluisterd. Ik heb gedacht, dit kan ik best uploaden. En vanmiddag heb ik ze, ik had ze helemaal klaargemaakt. Ze waren klaar om te uploaden. En op het laatst dacht ik, nee, <laughs> heb ik ze alle vier geselecteerd en naar mijn prullenmand verplaatst. En de prullenmand leeggegooid. Nee, dat laatste heb ik nog niet gedaan. Maar ik ga ze niet uit de prullenmand halen. <laughs> Ik zie ze maar als een oefening voor uh, deze beschouwing. Misschien heb ik ze wel weggegooid omdat er. Ja, omdat het. Er, het zijn er vier geworden. En ik wilde, denk ik, maar één. Denk ik. Het punt in deze is dat de beschouwing gaat over mijn dochter. En nu, je, nu voel je, denk ik, al op je water dat. Dit is glad ijs. Waar ik mij nu op begeef. Want als ik het dan heb over mijn dochter. dan is het ook duidelijk over wie ik het heb. als ik het heb over een narcistische moeder, dat is namelijk de moeder van mijn dochter. En die vrouw is niet voor de poes. Ik pak even mijn thee erbij. Doe ja, jij dat ook maar? We gaan er lekker rustig voor zitten. Want ik moet dit heel zorgvuldig doorgeven. En mij beperken tot de waarheid. Zonder dat ik plaatjes zit in te kleuren, en op die manier een schijn zou kunnen wekken uh, dat het hier gaat om mijn mening. En dus beledigend voor die vrouw. En ook loop ik nog het risico dat mijn dochter dit hoort. En dan ben ik helemaal de bok. Want het gaat juist de laatste tijd soepeler tussen mij en haar. En dat wil ik graag zo houden. Mijn dochter is nu 19. En aangezien ze helemaal niet. Uh, maar van mijn kanaal. De, 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 ze is totaal niet geïnteresseerd. Dus ik ga er maar vanuit dat ze voorlopig niet naar mijn kanaal gaat. En al helemaal niet gaat luisteren. En ik ga haar er niet op attenderen. Dat is, denk ik, vragen om problemen. Dus nou weet je even hoe. Uh... Ja, dit heet spitsroeden lopen. In wat voor situatie je zit. Laat ik beginnen met te vertellen waarom ik dit risico neem. Ik neem dit risico omdat het gaat om een maatschappelijk probleem. En ik ben bezig om ja, de zaak uh, uh, zo goed mogelijk van dienst te, te zijn. En in de fase waarin ik daarmee bezig ben. Lijkt het mij instructief voor andere vaders die in hetzelfde schuitje zitten? Of misschien dat jij hiernaar luistert en dat jij een vader kent die in hetzelfde schuitje zit? En misschien ook wel als je een kind kent en die vader is helemaal buiten beeld, want dat is ook niet ondenkbaar. En dit soort moeders zijn niet de prettigste om mee om te gaan. En je hebt vaders die in zo'n geval ja, met de Noorderzon vertrekken. Ik heb die keuze niet gemaakt. En dan zou je zeggen, nou, dat is me goed ook. Dus ben je vast achteraf hartstikke blij mee. Ja. En het heeft mij gekost. Zo. Maar goed, gisteren was mijn dochter bij mij. En wij hadden een ouderwets, leuk, gezellig gesprek. De zoveelste op rij. Zit dus niet in een eendagsvlieg of zo. Was gezellig en en dat is het al een tijdje. Ik was enorm gefrustreerd en Het contact tussen mij en mijn dochter dat liep echt niet lekker. Zij hing ontzettend aan haar moeder. En daar werd ik helemaal gek van. En om het dan nog maar erger te maken, ging ik heel veel alcohol drinken. En dat is niet zo'n goed idee. Maar dat heb ik gedaan. En ik ben gekapt met die ongein. Want meer is het niet, hè? Ongein. Dus kinderlijk naïeve ongein. Wat ik heb gedaan. Hè? En met die ongein ben ik gestopt. Maart, april dit jaar. En heel toevallig, net toen ik gekapt was, belde mijn dochter op. En toen, toen kregen we het erover. Toen zei ik, ja, waarom kom je helemaal nooit meer? En zo slecht was het contact. En toen zei mijn dochter... Ja, nou, eerlijk gezegd... Jij zoopt mij te veel en je blode te veel... Ik kreeg daar een negatief gevoel van. En toen zei ik tegen haar: Oh, ja, dat was de bedoeling niet. En toen zei mijn dochter: Volg ik wel lief van haar. Toen zei ze: Ja, eigenlijk had ik dat toen tegen je moeten zeggen. In plaats van zonder reden. Uh, ja, het contact uh, stevig te verminderen. Tot helemaal niet. Toen heb ik tegen haar gezegd: Ik neem jou dat niet kwalijk. Uh, je mag sorry zeggen, dat staat je mooi, maar. Uh, dat is niet nodig. Uh, die sorry heb je, hoef je niet te zeggen. Want, zei ik. Jij bent het kind en ik ben je ouder. En jij bent er niet om mij op te voeden. Die opvoedkundige relatie. Zij ziet mij dingen doen waarvan zij denkt: dat moet mijn vader helemaal niet doen. Maar het is niet haar verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Dat was denk ik gelijk al scoren bij mijn dochter. En ik zei tegen haar, ik ben afgelopen maandag gekapt en ik zat er vrijdag aan de lijn. Dan zei je, wat? Meen je dat nou? Zei ze. Ik zei, ja. Oh? Nou, dat zei haar natuurlijk ook niks. Ja, je hebt vijf dagen lang niet gedronken, niet gebloot. Wat zegt dat nou? Maar een tijdje later, dus uh, hadden we elkaar weer even contact, ging over geld, met, met studiebeurs of zo. En nou, dan vroeg ze ook, hè, van, oh nee, dat hield ik haar op de hoogte. En dan gewoon na, na een week of zo, sms'je. Van, uh, nog steeds niet gedronken. Nog steeds droog. Nou, dat stelde haar gerust. En toen kwam zij op een dag bij mij eten. En drie weken later, vier weken later, nog een keer. En toen drie weken later, vier weken later, nog een keer. Ging prima. En mijn aanpak. Los van helemaal niet meer de genotsmiddelen toestand. Die ongein, die kinderlijke... Ja, dat slaat helemaal nergens op. Volwassen zijn. Hè? Dat is natuurlijk goed. En dan naar mijn dochter toe. De oude draad weer opgepakt. En die oude draad is... Niet ingewikkeld doen... En geen mooi weer spelen. Dus wel eerlijk blijven. Maar niet ingewikkeld doen. Het, het gedrag van die moeder is... Uh, dat is buiten alle perken. Die moeder... In de titel gebruik ik het woord narcist. Dat is tegenwoordig volgens de DSM niet eens meer een officiële term. Het, ik weet ook niet eens of zij zo'n diagnose zou krijgen. Ik kan je vertellen, die vrouw plaatst haar eigen belang eerst. En daar heb ik voorbeelden van. Anekdotes, voorvallen, zeg het maar. Ik weet nog wel een keer dat zij dus iets aan het uh, doorzetten was. Uh, ik wilde helemaal niet dat ze dat zou doorzetten. En ik vond het echt verschrikkelijk en ik kon er niet tegen inkomen. En ze wilde per se doorzetten. En toen zei ik tegen haar, ten lange leste dus, ik, kwam, ik wist echt niet meer wat, wat ik er tegen moest doen. En ik, ik riep uit: van ja, hè, natuurlijk heb jij je vrije keuze en het is een volwassen iemand en zo. Ik zeg: ja, maar dit vind ik zielig voor het kind. Dat is meerdere keren gebeurd hoor, dat ik, dat ik op zo'n punt zat. Hè, dat het enige wat ik nog kon verzinnen, was het over die kaart te spelen. Want als je dit doorzet, dit, dit is zielig voor het kind. En dan ging ze dingen brullen, die laatste keer was dat ze dan brulde, was, uh, was ze boos op mij. En hoe durf jij te beginnen over het belang van het kind? Mijn belang gaat voor. Zijn haar woorden. En ze vond het een grote schande dat ik niet net als zij haar belang de prioriteit gaf. Ja, dit zijn hele zware dingen om mee om te gaan als vader. Dit gaat je niet in de koude kleren zetten. En dan mijn dochter. Die accepteerde al die dingen van haar moeder. En. Ja, kritiek op de moeder werd. Altijd beantwoord met uh, irritatie van de kant van mijn dochter. Want jij moet wel ophouden met dat gezeur, want anders vind ik het niet leuk meer. Oh, jij begrijpt mama niet en ik wel. Zo, dus hè. Ik weet nog een keer dat ik was met mijn moeder. En er was iets voorgevallen en mijn moeder wist dat wel, maar die wist niet wat er precies aan de hand was. Hè? En ik zei tegen mijn moeder van, goh, die ene keer, weet je nog, van toen en toen? En mijn moeder zo van, ja, wat is er mee? Ik zei, nou, weet je wat er nou eigenlijk aan de hand was? En mijn dochter, die was in de woonkamer, dat was bij mijn moeder thuis. En mijn dochter, die zat achter de iPad of zo. En ik was op een rustige stem met mijn moeder aan het spreken... en ik was er even niet van uitgegaan dat mijn dochter ons zou afluisteren. Ik dacht dat mijn dochter, heel naïef van mij natuurlijk... maar dat mijn dochter zo druk was op de iPad... dat ze wel wat anders aan haar hoofd had dan te luisteren naar saai oude mensen geklets. Grote mensen geklets. Ja, dat was natuurlijk niet zo. Mijn dochter die merkte dat ik het had over haar moeder... En die spitste dus haar oren, terwijl ze niet te kennen gaf dat ze aan het afluisteren was. Dus ze speelde, hoe noem je dat? Ja, luistervinkje. Logisch natuurlijk. Ik had, er ook... ik had dat ook kunnen beseffen. Nou, en ik vertel aan mijn moeder hoe dus de situatie in elkaar zat. En wat dus de moeder van mijn kind had uitgefroten. En mijn dochter, die. Ja, die riep op een bepaald moment. toen ik nog helemaal niet klaar was met alles te vertellen. Dan riep mijn dochter door de woonkamer heen. van een afstandje ook. Uh, acht meter of zo. Riep ze zo heel luid: van, Dat is niet waar. Mama doet dat soort dingen niet. Nou, toen heb ik het maar laten rusten. Maar daar zit je dus mee als vader. Je hebt zo'n moeder die zich misdraagt en je hebt een dochter die het slachtoffer is van de misdragingen van haar moeder en die dochter wil niet onder ogen zien dat die moeder dat met opzet doet want dan stort de wereld van jouw kind helemaal in elkaar door het is al erg genoeg dat je van je moeder niet krijgt wat je als kind hoort te krijgen conform de wetten en regels van de natuur ja, daar. Kijk naar uh, de vogeltjes. Dan hoeven die vogeltjes die in het vogelnestje zitten, die hoeven alleen maar een bekje open te doen. En dan krijgen ze van mama, daar een worm in. Of een stukje vis. Die vogeltjes hoeven helemaal niks te doen. Hè? Alleen maar het bekje open. Ah, ik heb honger. Ah. Meer niet. En die ouders die, die, die vliegen maar uh, af en aan. En alles, niet alles wat ze vangen, maar. Hè, neem een merel of zo, ja, die moet natuurlijk zelf ook wat eten. Maar als ze jonkies hebben, ja, dan moeten ze voor uh, drie, vier, vijf uh, mereltjes uh, extra. En dat vliegen, jongen. En dat doen die merels zonder problemen, die offeren zichzelf op. Om die kinderen genoeg te voeden en zo uh, ja, bij te dragen aan het voortbestaan van de merel. Nou, zo heb je dat ook bij de mens. De ouder die moet het belang van het kind, als dat dan nog jong is, klein is, dat gaat boven het eigen belang. Want zo'n merel die heeft natuurlijk wel andere dingen te doen op een dag dan de godganse tijd met wormen heen en weer te vliegen en dat in die kinderen te stoppen en dan weer nieuwe wormen gaan halen. Zo'n water naar de zee dragen op die manier. Maar die merel die offert zichzelf op voor de kinderen. Nou zo moeten mensen dat ook doen. En dan dat hele circus, dat is het, nou, het allersterkste als de kinderen heel klein zijn. En dat bouwt dat zich langzaam af. En als ouder kan je ja, steeds meer om je eigen belang gaan denken. En zijn kinderen veertien? En heb jij het als ouder goed gedaan? Ja, als je kinderen dan veertien gehaald hebben... Nou, dan kan je eigenlijk net zo goed denken om je eigen belang als om het belang van je kinderen. Kortom, dan telt je eigen belang net zo zwaar als het belang van het kind. Hè? Ja, gisteren deden we wat jij wilde, nou vandaag doet mama wat zij zin in heeft. Net als dat je met een partner omgaat. Maar tot aan dat moment. ...gaat het belang van het kind altijd boven jouw eigen belang. Want kinderen zijn te klein om, om het zelf te redden, om het zelf te rooien. En veel kinderen die die zorg niet krijgen van hun ouders... Die missen dan een stuk in de opvoeding, en die zijn dan als ze veertien zijn nog niet volwassen. En dat komt dan omdat die ouders in de opvoeding tekort zijn geschoten. Dus dan krijg je hele kinderlijke, kinderachtige kinderen. Dus in, ja, dat is dan heel vervelend, juist dus kinderen van ouders die niet goed voor de kinderen zorgen, die, ja, die bereiken dan die volwassenheid ook nog een keer een stuk later. Dus die blijven dan nog langer afhankelijk van hun ouders, terwijl die ouders hun taak verzaken. Dat is heel vervelend. En het aantal voorbeelden wat ik kan noemen, zoals dus je dat zou afvragen, van ja, Perry, weet je wel waar je het over hebt, ja, ik kan uh, honderden dingen aanvoeren. Ik ben met die moeder bijvoorbeeld geweest bij in totaal uh, ja, zoveel instanties, een stuk of vier, vijf instanties. En in totaal heb ik acht professionals gesproken. Professionals die van de categorie waren, zachte heelmeesters, stinkende wonden, die zaten ertussen. Tot en met professionals die tegen mij zeiden: jeetje, wat erg. En we zouden niet weten wat je eraan moet doen. ...anders dan. Ik ga dit proberen... ...en dat... Uh. ...maar het was meer... Uh, ...kiezen op elkaar... ...doorbijten... ...en reken niet op steun... ...en zeer zeker niet... ...van de overheid. Dat is bizar. Is dat. En het vreet aan je. Oh, en het vreet nog aan mij. ik ben nog lang niet gerustgesteld. Ik hoorde gisteren dat mijn dochter al sinds een tijdje aan het blouwen is. Wiet vindt ze lekker. Ze vindt het lekkerder dan hash. Dat was een hele opluchting voor mij. Ik ben gestopt met blouwen sinds een half jaar, dus ongeveer. Niet, daar gaat het dan verder niet om. Maar waarom ik er zo. Ik ben op zich niet blij dat ze aan het blouwen is of zo. Maar. Ik weet dat die moeder. Dat. Ja, die zal dat niet goed vinden. De, die, die gaat erover zeiken. Dus dat blouwen van mijn dochter. Dat creëert een afstand tussen haar en haar moeder. En daar ben ik blij mee. En ook ben ik blij met het feit dat mijn dochter iets doet. Noem het maar rebellie of zo. Dan doe dat toch lekker. Ja, het is al dat. Al was er helemaal niks aan de hand geweest. Al had ze echt een zonnige jeugd gehad. Maar ja, dan had ik het denk ik minder, minder oké okay gevonden. Nou, dan weet ik niet wat ik er dan van had gevonden. Maar nu, met die jeugd die zij achter de kiezer heeft... Dan denk ik van, meisje, meisje, ga jij maar lekker blowen. Ga jij maar lekker iets doen... wat jij zelf leuk vindt... <coughs> en waar jij je moeder niet meer nodig hebt. Verstel je? Dat... Ik wil dus niet per se dat mijn dochter aan die, aan die meuk zit. Maar het feit dat ze zoiets doet en, en dat ik zeker weet van ah, die moeder die vindt dat helemaal niet goed. Die kan er alleen maar over gaan lopen zeiken. Terwijl die moeder zelf ook gebloot heeft. Maar ik voel hem al helemaal hangen. Hoe die moeder daarop zou reageren. Het is ook maar goed dat die moeder niet luistert naar mijn beschouwingen. Dus, dus ik krijg mijn dochter daar gezeik mee. Maar aan de andere kant, het, 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 het risico van het vak. Als je, <laughs> het gaat even niet alleen om mezelf namelijk. Het gaat om jullie ook. Iets van de psychologie bij zo'n kind. En nou is het zo dat heel veel kinderen, en zeker bij dochters heb je dat... Al is er niks aan de hand, niks heel dramatisch, zoals in dit geval. Wat ik heb meegemaakt met die moeder en, en dus mijn kind. Dat is dramatisch. Dat is echt heel erg. Oh, 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 oh. Dat mijn dochter, die was toen 13, en die kreeg geen winterschoenen van de moeder. En ik kon er geen zakken aan doen, hè? want ik had tegen mijn dochter gezegd, ik koop mama geen schoenen voor je. En mijn dochter zei, jawel, jawel, dat doet mama wel. Ik zei, ja, waar zijn ze dan? Nou zus, ik heb nou toch deze schoenen? Ik zei, ja, dat zijn zomerschoentjes. Nou zus, die zitten ook lekker warm hoor. Ik zei, ja, dat zijn geen winterschoenen. Nou, niet zo zeuren, mama bedoelt het goed. Heel verschrikkelijk. Ik zou denk ik wel vier, vijf, zes uur aan één stuk door kunnen vertellen. Het ene verhaal na het andere. En iedere keer was mijn dochter weer de bok. En die moeder die doet dat met opzetten. Heel gemeen is dat toch, van zo'n vrouw. En doe dat heel slinks. Super slinks. En de maatschappij, de omgeving... de buurt, de familie... kijken allemaal de andere kant op. Mensen... kunnen het niet accepteren... dat een moeder zo omgaat met haar eigen kind. Dus... Ja, ze moeten of iets accepteren wat ze niet willen accepteren. Of ze gaan geloven dat ik bezig ben met een lastercampagne campagne. En dat ik alles verdraai. En dan gaan ze dat denken. Iemand die daarvoor gekozen heeft, is mijn eigen moeder. Ja, Perry altijd. Ja, dat is een moeilijke jongen hoor. En nou zit hij dan een beetje gif te spuwen over zijn ex. Ja, zo gaat het dan. Door die hele toestand, door het gedrag van die moeder en het oogluik, mijn, mo mijn moeder wist ervan. Hè? Die, die weet ervan, die, die weet wat haar schoondochter heeft uitgevroten. Ze zegt er helemaal niks van. Hè? Dat heeft geleid tot een breuk tussen mij en mijn moeder. Ik ben niet boos op mijn moeder. Ik ben ook niet meer, niet meer boos op de, de moeder van mijn kind. Ik ben ook niet meer boos op mijn zus. Al die vrouwen, dat snap ik inmiddels wel. Ja, die kiezen zonder meer voor elkaar. Hè? En de samenleving ook. Hè? En nog even terug: dus naar die, dat probleem tussen dochters en hun moeder. <coughs> ook als het dus de moeder. Relatief normaal is. Hè, dan kunnen heel vaak die moeders. hun kind. niet loslaten. Vooral als het een vrouw is. Ze claimen die dochters. als de nieuwe vriendin. Heel erg is dat. En in dit geval met zo'n. Uh, ja, zo'n ja, geestesieke moeder. En het Griekse woord voor geestesiek is uh, psychopaat. Letterlijk, hè. psychos betekent geest. En pathos is ziekte of kwaal. Nou, weet je ook gelijk waar dat woord vandaan komt. En een psychopathie. Dat wordt dan door de psychiaters ingedeeld in verschillende klassificaties. Maar. Ja, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het zijn mensen die hun eigen belang in het oog houden en de rest kan stikken. En een psychopaat is iemand die kan wel wat voor een ander doen. Maar die doet het dan met een bijbedoeling. Met een duidelijke reden dat die persoon dat voor zichzelf goed kan verantwoorden: van nou, nou doe ik iets voor een ander. En dan moet iedereen het ook weten. Hè? Ja, dan doen ze dat dus met een reden. Maar niet omdat ze de maatschappelijke noodzaak voelen. Niet uit atonement. Dat is een Engels woord. Oh, maar peri-atonement, dat betekent toch boetedoening? Ja, zo wordt het wel eens ver vertaald. En boetedoening is in het protestante dogma de ware houding van de mens in het leven. En atonement wordt verkeerd uitgesproken, <laughs> wist je dat? Het woord is eigenlijk at streepje, one streepje, ment. Dus je bent at one. Mens. je bent één. Je bent één met je kind. Je bent één met het belang van het kind. En je begrijpt dat het kind klein is. En het kan nog niet voor zichzelf zorgen. En dus doe jij dat. Ben je at one. En die moeders die moeten snappen dat als die dochters dan veertien zijn... Dan, uh, ja, dan zijn ze volwassen en... Ja. Dan kunnen ze vrijgelaten worden. Want ze weten genoeg. En dan mogen ze vrijgelaten worden. Vrijgelaten worden. Nou, en als je het, als je het kan... Dat vrijlaten kan, want ze kunnen genoeg. En dat mag. Ja, het is niet verboden bij de wetten. Het is toegestaan. Ja, Schopenhauer zegt, als iets kan... En als het mag, moet je er niet gek van staan te kijken als het ook moet. Want kunnen, mogen en moeten, dat zijn drie kanten van dezelfde dobbelsteen. Of kubus. Veel moeders die kunnen het wel, ja, de situatie is er wel naar. En ze mogen het ook, maar uh, ze vinden niet dat ze het moeten en vinden het eigenlijk wel fijn als die dochters uh, ja, afhankelijk blijven en dat is echt slecht en in het geval van de moeder van mijn kind met mijn kind ja vond ik dat en nog steeds hoor ik heb er nog ik ben er nog helemaal niet uit ik ben wel blij dat mijn dochter dan is gaan blowen voor zichzelf en dat ze die dingen doet En vond het zo opmerkelijk, zij, zij biechten dat dus op gisteravond, hè? tussen neus en lippen door. Hè? Zo van blablablablab, blablablab. Blabla, 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 blabla. Ik zeg, hé, hey. ja? net zij iets en dat klonk als... En zij schoot helemaal in de verdediging en zei, nou ik ben toch 19, dan mag ik dat toch. Gelijk in de verdediging, hè. En ik zo lachen. Ze neemt mij. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Ja, je gaat er niet dood aan. Je krijgt er geen puistjes van. En THC is niet verslavend. Het enige wat ze ervan kan oplopen is een, een tabaksverslaving. Maar, kom op. en Ze gebruikt tabaksvervanger en... Nou ja. Ja, ze moet het zelf maar weten. Ik ga me er verder niet mee bemoeien. Maar al loopt zij dan een verslaving op aan tabak, dat interesseert me ook helemaal niks. Wat haar is aangedaan tijdens haar jeugd, dat is zo verschrikkelijk. Nou, dan mag ze van ja, haar op. Ja. En wat ik natuurlijk hartstikke leuk vind, is dat ze dat aan mij vertelt. Ja. En dat ze er dan ook over spreekt met uh, waarom ze dat leuk vindt, dat wiet roken en wanneer ze dat doet. En, uh, en dat die en die die doet het ook. En, nou, en wat ze dan rookt. En ik zei tegen haar, want, nou, toen ik nog uh, wiet rookte, ik zei: Ik vond het wel lekker dat uh, White Widow. Ze ja, begreep dus de Black Widow, dat is de, die spin die, die het mannetje doodt na de daad. En dan heb je White Widow. En dat is dan een, een of andere. nou dat is dus gewoon wiet. En mijn dochter keek me aan met hele grote ogen. Zei ze zei: Oh, dat is ook mijn favoriet. En dat kon ze hier in Arnhem niet krijgen. En toen zei ik: Nou, volgens mij bij die tent. daar heb ik het wel eens gehaald. En dat was er nog nooit geweest. Ik zei: Nou, ja, dan moet je daar even naartoe gaan. Ik ken die eigenaar van die coffeeshop. Hele aardige kerel. Nou, je daarmee vragen. Ja, uh, zo hoort het toch? Kijk, ja, het laatste wat je moet doen als ouder in zo'n situatie is dat je daar een probleem van gaat lopen maken. Het is punt 1: nooit echt nodig. Er gaat wel een wiet roken, ja. En in het algemeen over drugsgebruik, ja, ik heb er niet zo moeite mee. Ik heb zelf best, ja, niet heel veel, maar cocaïne heb ik gedaan. En speed heb ik gedaan. En ecstasy heb ik gedaan. En DMT heb ik gedaan. En paddenstoelen heb ik gedaan. En nog een of ander ander spulletje. Dat nou was, weet ik niet meer. En wiet, en alcohol, en tabak. Ja, ja en momenteel helemaal niet. Nou, ik ben laatst bij de huisarts geweest en er is een bloedonderzoek gedaan. Ik had een beetje vaag klachten van het een of het ander. En toen kwam de uitslag. En die huisarts liep er zo door. En die zat zo op te dreunen. Nou, dit is oké, okay, dat is oké, okay, zus is oké. Okay. Alles was oké. Okay. Het enige wat hij kon zien was. Uh, met het ijzergehalte in mijn bloed is, is aan de lage kant. Dus ik moest meer vlees eten. En mijn vitamine D in het bloed was aan de lage kant. Dus toen heb ik uh, een receptje gekregen voor vitamine D. Dat was het. Nou. En ik gebruik dus helemaal niks. Niet van nou, die hele lijst van feestmiddelen die ik net noemde. Nee, daar gaan we niet moeilijk over doen. Hebben we nog gekeken naar een filmpje op internet? <tossimus> <tossimus> van een. Uh, Zo'n alternatieve media site of zo. <tossimus> Zoiets als Spuiten en Slikken. Ook een jongen en een meisje. En een meisje ging dan. Uh, DMT roken. dimethyltryptamine. Nou, Dat heb ik dus ook wel een keer gedaan. Twee keer vlak achter elkaar. Zo'n flash duurt maar tien minuten. Toen was de, de gastheer en ik, we waren met z'n tweeën in zijn woning. Hij had mij uitgenodigd. Van, Kom al, hé, wat. Nou ja, maar lang verhaal, doet er niet toe. Hadden we hadden allebei zo'n flash verwerkt. Oh, lekker man. Zeg ik, kom, doe er nog eentje. Dat heb ik dus twee keer vlak achter elkaar DMT gedaan. Dat is erg aangenaam. Heel relaxed worden van. Ik dan. Hè. Hij ook. Hij ging helemaal kreunen. En dan na tien minuten, hop, daar zijn we weer. <laughs> Dat was wel leuk. Ik denk dat zij dat ook wel een keer gaat doen. Ja, waarom niet? Hmm. Kijk, de aanpak voor zo'n vader is en dat is het altijd al geweest: voor iedere vader had je altijd al lang moeten doen. Veroordeel je kind niet. Niet kritisch gaan lopen doen. Uh, niet gaan zeggen van als ik jou was. Wiep, wiep, wiep. En dan helemaal niet zeggen van dit mag niet of dat mag niet. Dat is niet de bedoeling. Dat moet je niet doen. En dan helemaal niet op je autoriteit gaan spelen. Dat moet je helemaal niet doen. Maar je moet ook geen dingen ontmoedigen. Van nou wel oppassen. En als je dat doet, moet je wel denk het aan denken. Alhoewel, uh, ik tegen haar gezegd van nou, als je aan de wiet cake begint. En haar uitgelegd waarom dat apart is. <laughs> Ik zeg. Ja, dat... Nou, dat is echt wel. Dat als je het dus je moet uitleggen. De, die cannabinoïde. die in wiet zit. die wordt door de lever. Uh, omgebouwd tot. Ja, weet jij veel. Maar dan komt dus een. cannabinoïde-derivaat. uiteindelijk in je bloedbaan. En hoe die werkt. hoe dat voelt. dat weet je echt niet. En het wordt, dat had ik trouwens niet gezegd tegen mijn dochter, maar het wordt afgeraden hoor. door de regelmatige THC gebruiker die zegt nee, uh, wietcake moet je echt niet doen. En ik heb alleen tegen mijn dochter gezegd, nou, als je het wilt doen, uh, hou er rekening mee, dat ja, je weet bij god niet wat je nou in je bloedbaan gaat krijgen, want wat de lever ervan gaat maken, ja, daar heb je mooi niks over te zeggen, dat ligt aan hoe je genetisch in elkaar zit ligt er ook aan hoe je darmflora in elkaar zit. Ja, dat kan, van alles kan dat bepalen. Dus ja, wat, wat, ja, het is een loterij die je dan doet. Ik zei dus, als je dat gaat doen... Ja, zorg ervoor dat je de hele avond vrij hebt... en dat je de volgende ochtend lekker uit kan slapen. Dus dat is typisch iets om te doen op een vrijdagavond. Dat heb ik er niet bij gezegd, maar dat moet ze dan zelf maar even verzinnen. Dat kan aanmerkelijk langer duren dan een fles van uh, roken. Oh, ze is er nu. Ik denk toch dat ik het binnenkort ga proberen. Ja, ah, moet ze gewoon lekker doen. Je, je kind moet je niet veroordelen. Dat, dat maakt het uh, niet beter. En mijn dochter is 19. En als ik die iets zou gaan verbieden... Ja, zij hoeft niet meer naar mij te luisteren. Dan hoefde ze dat al heel lang niet meer. Maar nu is ze ook echt zo ver van: ik ben 19 en ik mag zelf kiezen. En... Nou heb ik veel liever met haar zo'n relatie. Dat zij mij vrolijk kan vertellen wat ze nou weer heeft uitgevroten. Dan gaan we daar lekker om lachen. Ja, toch? Ja. En de serieuze dingen van haar jeugd, die. ja, ik heb heel erg de de neiging om de beerput open te trekken en een klein beetje dan hè, een klein beetje van de beerput open. Ja, want die dingen die zij dan opgevangen heeft, die, die zijn, hoe, waarvan ze dan weet dat ik, dat, dat ik er zo over denk. Uh, dat is niets omdat ik negatief denk over die moeder. Nee, wat die moeder heeft uitgespookt, dat is te gek voor woorden. Ik zit niet te liegen. Ik zit het niet aan te dikken. Ik zit er niks bij te fantaseren. Ik houd me bij de feiten. Maar ja, voor haar om te moeten accepteren dat haar moeder die dingen heeft gedaan, terwijl die moeder op dat moment bij het volle verstand was. Eww. Ja, ik zou kunnen zeggen: ik ben blij dat ik mijn dochter niet ben. Want dat wordt een dat, dat, dat wordt niet leuk. Dat, dat gaat pijn doen. Het kan een hele nare worden. En dat moet ik respecteren. Dus we doen het lekker easy. En ik werk aan die band met haar. Kijk, ze is nu zover dat ze. Ja, ze is 19 en. Ja, ze heeft echt een heel eigen leven. En toen ik 19 was, toen kwam ik twee, drie keer per jaar nog bij mijn ouders op bezoek met kerst en met een verjaardag. En ja. voor de rest echt niet. Nou, momenteel heb ik haar, dus we zitten in een, een beetje standaardstermijn. standaardstramien. elke twee weken op maandag. Gewoon lekker vaste avond. Hè? Is mijn dochter bij mij. En, en dan gaan we iets eten. En... En iets wat zij lekker vindt. Ik vind toch wel lekker wat ik maak. Voor dus... mezelf hou ik wel rekening. En zij mag dan natuurlijk kiezen. Of ik vraag aan haar. Vind je dit lekker of vind je dat lekker? En gisteren hebben we gegeten aardappelpuree. Met stoofvlees en rode bietjes. Nee, rode kool. Vond ze heerlijk. Dat heeft ze nog twee keer opgeschept ook. Zo, die heeft echt veel gegeten gisteren. Maar nou, daar was ik hartstikke blij mee. Dat is waar ik nu aan werk. Is dat al het contact tussen mij en haar. Dat dat. Mm, ja, allemaal positief is. Allemaal uh, leuk, uh, ja, lekker eten. Uh, nou, noem het maar. Wel. Allemaal blij, leuk, aardig. En die dingen van haar jeugd. Ja, die zullen toch heus wel een dag aan de orde komen. <coughs> Dat moment komt wel. En misschien dat ik het toch op een dag. Uh, dat ik een, ja, een. een forcering doe. Zou kunnen. Maar nu voelt dat nog niet goed. En omdat ze dus nu aan het blouwen is. en dat er nog wel meer dingen die ze gaat dan, dan gaat doen. en. Oh ja, en ze zei ook nog tegen mij dat ze de laatste tijd niet meer zo vaak bij haar moeder had. Was ik ook heel blij mee. Vind ik goed. En ik ben hier uh, in mijn woonkamer. Ik heb twee planten. En ik vind het leuk om voor planten te zorgen. En die gaan allebei hartstikke goed. En die ene plant die heb ik al een, een stekje aan haar uh, gegeven. Daar heb ik mooi aandacht in gestopt. Hè. Dat plantje eerst dan in een dingetje water, en dan komen de worteltjes aan. En, en Een potje van beneden gehaald, uit me, ik heb zo'n box. Aarde erin, ah, je kent het wel. Bijpassende schotel erbij. En mijn dochter hier de, beurde, de deur uitgewandeld met bloemkot en schotel en een babyplantje. En die staat nu op haar kamer. Maar de winter is ingetreden en ja, zij zei, groeit helemaal niet. Ja, maar die, 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 die moederplant die ik dus hier heb, die is ook gestopt met groeien. Serieus, die, van de zomer kon je hem bijna zien groeien. Het is nog een vetplant ook. Ja, elke dag als ik keek, was er weer wat gebeurd. Ja, nou niet meer. Nou staat hij stil. Heb ik nog een andere plant? Heel gewoon ding hoor. Niks bijzonders. Hele snelle groeier is dat. Die is ook zo lekker bezig. En die is ook kleintjes aan het maken. Nou, mijn dochter laten zien. Ze zei, Wil je er ook stekjes van? Ja, dat lijkt lekker wel leuk. Kijk, en dan ga ik dus weer aan de slag. Snap je? Dus dan kan ik hier weer stekjes in water doen en wacht tot worteltjes komen. En ik heb al een beetje een idee, want dit ding is zo jolig bezig. Die maakt drie, vier, vijf van die kleintjes. Nou, die ga ik alle vijf uh, opstekken en dan met ze vijven in één pot. Dan krijg ze wel een leuke plant, hoor. En die gaat dan van de zomer enorm groeien. Nou, als het met mij is, dan uh, zoek ik liedjes op van vroeger. Ze houdt heel veel van muziek. En ik heb de jaren tachtig meegemaakt. Heel bewust. Jaren zeventig, jaren tachtig. Ja, er zit heel veel leuke muziek uit die tijd. En zij kent natuurlijk wel wat. De Cure of zo, ja, dat kent ze allemaal al. <coughs> De Buscocks kent ze en nou, wel meer dingen, maar dat kent ze allemaal al. En ik, uh, ja, ik weet wel eens een beetje wat ze dan zo al kent. En dan weet ik altijd weer dingen te vinden die ze nog niet kende. Die ze dan wel heel leuk vindt. Zo had ik er gisteren dus ook eentje vragen gevonden. Zat ze helemaal zo uh, mee te wiegen op de bank. En, uh... Ja, dat was een heel leuk liedje ook. Gezongen door een vrouw. Uh... En ah, dat vindt ze dan ook leuk, hè? Dat, dat, dat is een band met twee vrouwen. Martha en de Muffins uit Canada. Ja, oude mukman. En dan weet ik dan ook alweer dat ze dat leuk vindt. zij is zo wel wel feministisch. Je lacht je eigenlijk kapot. Hij hey, zo moet je het aanpakken. Dat is nou, ik weet niet dat je het zo moet doen, zo pak ik het aan. En dat bevalt me goed. Lekker rustig niks verseren. Er kan me niks gebeuren. Ik heb geen haast. Wat nodig is, is dat zij op een goede manier uit dat trauma komt. Het, het laatste wat je wil is. Um, ja, dat ze er half uitkomt en dat ze dan denkt, nou ik heb het verwerkt, het is allemaal goed en zo. Terwijl er nog een hele hoop smart ja, zit. En dat moet je ook niet hebben. Dus mijn aanpak is dus gewoon heel langzaam handelen, kleine dingetjes doen, goed luisteren. Luisteren is belangrijker dan spreken. Hè? En die van mij ach, die kwebbel erop los. En vragen stellen. Hè? Dus als je goed luistert, dan, dan heb je ook een vraag, toch? Ja, dan moet je je vragen allemaal stellen. En dan gaan ze er weer antwoord op geven. En dan moet je weer goed luisteren. En dan stel je weer een vraag. Ja, dan... Dan laat je haar voelen dat ze belangrijk is. Iets wat ze bij die moeder... Uh... Ja, is altijd heel erg belangrijk. Oh, wow, is ze belangrijk. Oh, wow, zo belangrijk. Maar dat is dus niet belangrijk, snap je? Er wordt nog een drama, hoor. Dat, uh, dat kan ik je wel garanderen. Als het allemaal aan het licht komt. Maar ik zie dat met vertrouwen tegemoet. Als ik het op deze manier blijf volhouden. dan denk ik eigenlijk: nou, dan kan er helemaal niks kapot gaan. Ik moet goed werken aan de raakpunten tussen mij en mijn dochter. Nou, dat is dus muziek. We houden ongeveer van hetzelfde eten. Zij houdt ook heel veel van kerry. En ook de, de kruidenmengselen uit Marokko, eh, Ras el Hanout. Vindt ze heel lekker? Vind ik ook heel lekker. We houden allebei van aardappelpuree. We houden allebei van curry. We houden allebei van linzen. We houden allebei van knoflook. We houden allebei van, van koolvis. Wel oh, lekkere goedkope vis. Kost geen drol. Had ik nou laatst gemaakt dat ik spinazie curry, recept van de Albert Heijn. Of dat op internet, heel simpel. En de bedoeling was. Wat moest er nou bij? <coughs> en die weet, oh, de kaasblokjes. Uh, ze zit dan nu momenteel uh, geen lactose. Ze heeft last van maag-darmkanaal en. Al heel lang heeft ze dat. Volgens mij is dat psychosomatisch. Hè? Je maag-darmkanaal, dat is je verwerkende kanaal... en zij heeft een verwerkingsprobleem in haar hoofd. En dat uitzicht dan in het maag-darmkanaal. Anyway, ik had dus dat recept van de Albert Heijn genomen... En dan in plaats van kaas erin, als uh, proteïnebron, koolvis. Nou, koolvis dat kost bijna niks, dat was echt niks. Oh, vond ze ook zo lekker. Spinazie, koolvis, witte rijst. En nou, die spinazie, dat is natuurlijk uh, curry-spinazie dan. Hè? Dus, uh, uitje gebakken, de curry erbij, knoflook. En een beetje spicy maken. Ja, dat is leuk. Tot nu toe heeft ze echt alles lekker gevonden. Nou, schaken vindt ze ook leuk. Nou ja, een lekker pakje schaken. Inmiddels ben ik uh, erg goed geworden in schaken. <laughs> nou is dat schaken niet meer zo interessant. Maar dan doen we schaakpuzzeltjes en... Nou, we kunnen wel een keer gaan schaken, dat, die, dat zij dan een half uur op de klok krijgt en ik tien uh, minuten of zo. Dan heeft ze nog wel een kans. Hè? Ja, ik schaak bijna elke dag, dus ja. we er echt goed in. Ja, dat is dan de aanpak, snap je? Heel rustig. Don't overdo it. En de rest maar af laten hangen van het moment, hoor. Dat, uh... Ja, toch? En een beetje hopen op, uh... ja, ja, dan maar uh, hulp van boven, toch? Dat de here Heren een beetje. meehelpt. De Heilige Geest. Ik hoop het maar. Ik moet het niet verprutsen, dat is erg belangrijk. Want wie heeft ze dan nog anders? Van de moeder is niks te verwachten. Die moeder zal haar eigen belang laten gelden boven het belang van het kind. Zo is dat. En als die moeder dan op een bepaald moment wel wat voor dat kind gaat doen, ja, dan wil die moeder vergoeding. Joh. En dat moet je allemaal niet hebben. Dus vandaar. Nou, denken jullie er maar eens over na, wat ik uh, gezegd heb. Ik hoop dat ik er wat aan heb gehad. Want als vader in dit soort situaties, in deze situatie, hè, vanuit de familie, ja, ik heb geen enkele hulp gekregen. Alleen eigenlijk uh, tegenwerking, doordat ze helemaal niks deden. Nou, de overheid uh, kan je lekker vergeten. Dat kan zelfs tegen je gaan werken. Dus je moet alles zelf doen. Maar goed, ik ben tevreden over de vorderingen die geboekt zijn. En over twee weken zie ik dat drommeltje weer. En dan kijken we weer verder. Stapje voor stapje. Het is pas over als de dikke dame heeft gezongen. <laughs> en op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie: tjus en dag lieverds.